er één ding van oom wil en dat moet je meteen in de praktijk brengen. Wat er ook gebeurt, onder alle omstandigheden, the show must go on. Wat er ook gebeurt. Ik zag alle prodos en alle moois en ik zei toen, het enige wat hij dan zou zeggen is, Angamiwe Mekso. Angami, Fusang, Mi. Maar u moest mekangai. Omdat in alle de jaren na emekanga ulu. Wilco was een true Alakondre man. Met het Alakondre droomconcept, de multi-ethnische fusie, heeft hij Suriname tot ver over de grenzen kunnen neerzetten als een voorbeeldland. Een ware nationalist die zijn waarde heeft bewezen. Een ware culturu guru. Een ware Alakondre man. Wilco, broeder Baren, meneer Baren, Brada, oom Wil, Barco, right vertical brother, Wilco, papa, paps en ook vooral opa. Take my hand, precious Lord, lead me home. Cultuurdrager, een cultuuricoon, een nachtsicoon, een cultuurspecialist en ga zo maar door. Voor ons, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, was Wilco Baren een harde werker met een vast ideaal. Het helpen scheppen van een harmonieuze samenleving gebaseerd op een non-raciale en non-religieuze dominantie. Heeft Wilco Surinamers de ogen geopend. Ja, het kan. Culturele fusie is mogelijk. Culturele fusie is belangrijk. En prijzen voor zijn succes op dit gebied van multi-ethnische culturele fusie. Iniwa parabetre, Iniwa parabetre. Hey! Excuse me, Marco! Escalade! Anomita ki, nafayu beta kengba.
En wij gaan het fundament dat hij heeft gelegd om de Afro-samenleving tot grotere hoogte en erkenning te brengen, moeten verder bouwen. En het fundament doen wij al vanuit het ministerie. En daarom zal Nola Hatterman Instituut omgetoverd worden tot een academie waarbij kunstzinnigen binnen dat instituut kunnen doorgroeien naar vervolgopleidingen. U als Nax-familie gaat moeten koesteren wat dit goed mens van Suriname heeft gedaan. En wij gaan elkander moeten ondersteunen om dat doel te bereiken. En ik zal als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur er alles aan doen om de Nax-familie en de idealen van Baren tot grote hoogte te brengen. En ieder met wie hij wat dan ook heeft gedaan, wil ik meegeven vandaag. Als je hem echt die grani geeft, is het niet alleen vandaag, maar die grani is om door te gaan. Om door te gaan met wat hij eet. Om door te gaan met wat hij ons heeft geleerd. Hoi, leven aan cultuur zoals Wilco Barend dat heeft gedaan. Met passie, met geloof in eigen kunnen, met eenheid in verscheidenheid, met samenwerking, met partnerschap, door het praten van elkaars taal en het verbinden door muziek, dans, talent en met liefde. Wees betrokken, wees gedisciplineerd en draag over. Wilgo kisi wan nyolidi na nga wan tratampe. Na ini na dumru funa busi so far away peskrekitori no etrobi en pepiti furu e dansi so tetetetetet. Dat is een deel van het gedicht van wijlen zijn vrouw Elfriede Barendijksteen. Dank aan de president van de Republiek Suriname
voor zijn besluit om aan Wilco Baren staatseer te bewijzen bij zijn uitvaart. We zien hierin een belangrijke stap van de Surinaamse regering naar erkenning van de culturele bijdrage van Surinamers op staatsniveau. Geleden stonden wij ook hier om mijn moeder te graven te dragen. Je bent nu weer met haar verenigd. En toen ik vanochtend in het lijkenhuis stond, dacht ik van ai, ik kan me al helemaal voorstellen van je wakagomiting. En dat ze waarschijnlijk weer druk bezig is met van alles en nog wat. En dat ze zal opkijken en zeggen, Wilco, je bent alweer te laat.